Op de laatste dag van het schooljaar zijn deze kinderen maar met één ding bezig: vakantie. Komt goed uit, want daar willen we het nou net met ze over hebben. Zomervakantie is het leuk, dan ga je het meeste zwemmen en zo. Gaan we ook in hotel slapen, dus dat vind ik ook heel leuk, want dat heb ik nog nooit gedaan. De meeste kinderen kijken er dus enorm naar uit. De zomervakantie is de leukste vakantie van het jaar. Dat was onze stelling en daar zijn de meeste van de stemmers het mee eens. En in de zomervakantie gaan de meeste kinderen dan ook even lekker weg. 85%. 15% gaat niet op vakantie of weet het nog niet. 33% blijft in Nederland. 39% gaat naar het buitenland. En een deel is in het buitenland en in Nederland. En ook in deze klas gaan de kinderen naar allerlei landen en allerlei plekken toe. Ik ga op fietsvakantie. Waar naartoe? Ik ga het Pieterpad fietsen. In Nederland? Ja. Ik ga naar mijn oma en naar mijn vader. Misschien ga ik naar Frankrijk, maar dat is nog niet zeker. Mijn oma woont in Amsterdam-Noord en mijn vader woont in Almere. En dit zijn dan de populairste vakanties. Op nummer 1, vakantie bij de zee. 2, vakantie in de natuur. En op 3, een paar keer een dagje ergens naartoe. Dat het leuk is, dat vinden ook de kinderen hier in Zaandam. Wat is voor jou dan het mooist? Ja, ik vind het leuk om natuur, heel ander soort natuur en dieren te zien in andere landen. Zwemmen, op strand en natuurlijk en met mijn oom varen. Dagje weg naar het pretpark. Ga ik me dol op pretpark en zwembaden. Op vakantie gaan is dus hartstikke leuk, maar jullie missen ook wel veel van thuis. Dit is de top 3. 1. Vrienden, 2. Huisdieren en 3. Gamecomputers. Nou, mijn huisdieren, omdat ik gewoon heel veel daarmee kan knuffelen en alles er tegen kan vertellen. Mijn eigen bed. Ja? Ja, want daar lig je het liefst in. Waarom? Omdat daar zo heb je ook je eigen, is het hard of zacht en bij andere mensen is het juist te zacht of te hard. En toch hebben de meeste kinderen die we daarna gevraagd hebben aan het eind van de zomer ook weer zin in school. Ik vind het ook wel weer leuk dat je weer wat kan leren en zo. Maar ik voel het ook weer jammer dat de vakantie voorbij is. Dan maar hopen dat ze hier in Zaandam na de vakantie zo terugkomen op school.